on a one-day classic. Every rider thinks he has a chance to win. After all, anything can happen by a twist of fate. But that doesn't apply to Paris-Roubaix, which is a race like no other. Because Paris-Roubaix is unique. It's an ordeal, a trial by fire, a rite of passage. Of the 200 riders thrown onto the cobbled roads from Compiègne to Roubaix, only a handful can dream of winning. The Queen of the Classics. And the others are here, hoping to survive the 257 kilometers from Compiègne to Roubaix and the 29 cobbled sectors peppered on the course to make it through the much-feared Carrefour de l'Arbre, the Mont-Saint-Pével sector, or the Troupe d'Armer, to make their way through the dust and avoid punctures and crashes. And at the end, deliverance. On the Roubaix Velodrome, there will be only one winner, even if those who cross the finish line will have something to remember until their last breath. De victoire. Bonen met Hinkepie en Fletcher. Voilà. Zwaarste stroken zijn nu achter de rug. In Paris-Roubaix ben je nooit zeker van winst. Hij heeft er nog twee aan het wiel hangen. Op naar Grugeon. We zijn er al aan begonnen. De heer Van Balen. Tong uit de mond.
Opletten. Weg open, die motor. Afstand. Weg Kom. Die motor. De positie is ongewijzigd. Op kop Hinkepie, dan Bolen en dan Fletcher. Tom, ligt hier al jouw afspraak met de geschiedenis op 24-jarige leeftijd? Ga jij hier al de dubbel lukken? Nog een goede baanronde en dan gaan we het weten. Fletcher nu naar onder, naar de blauwe band. Hinkepie in tweede positie, Bolen derde. Alles perfect onder controle. Dit mag niet meer misgaan. Dit moet jouw moment zijn. Een week na de Ronde van Vlaanderen hoor je nu het belgeluid. De fotografen in de aanslag en Bolen klaar om zijn tweede grote zegen op één week te plukken. Doe het, Tom. Doe het. Fletcher, Hinkepie, Tom Bonen. Tom Bonen in een uitstekende positie. Goed hoog blijven. Je niet laten ringeloren. Daar nog een tijdje blijven zitten. En toch opletten dat het niet al te traag gaat. Niet te lang met die sprint. Wachten. Tom, ik zou nu versnellen mocht ik jou zijn. En hij doet dat. Het gaat nog altijd uitsteken en hij gaat nu aan. Hij duikt binnendoor. Dan gaat Tom Bonen hier uit de laatste bonenstaal. Zijn winnaar van Paris-Roubaix de Boskij komen. Tom Bonen kan nog versnellen. En kan hij Hinkepie afhouden. Tom Bonen gaat Paris-Roubaix winnen. Tom Bonen wint Paris-Roubaix. Halleluja! Oh! Wat doet hij nu? Dat is Hinkepie. Mr. No Change. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Cancellara. Niet te lang aarzelen. Als er één is die je niet mag laten rijden, dan is het deze Fabian Cancellara. De overweg. Het is niet waar. Ook dat nog. Kom dat tegen. Als ze glippen erdoor. En daarvoor word je normaal uit koers genomen. Dit wordt nog een kluif en zij moeten stoppen. Maar jongens toch. Ze zijn te vroeg. Ze zijn gewoon te vroeg. Ze hebben het erop gereden. Dit is toch wel echt belachelijk. Dit is een schande. We sprinten naar 260 kilometer. Dat is wat allemaal natuurlijk, ben ik met je eens. Maar je blijft toch sprinten met Bonen. Ja, en je hebt gezien hoe goed Bonen is. Hoe hij ook reageert op Cancellara daarnet. Dat waren geen 5 centimeter speling die hij kreeg. En Bonen kijkt maar naar één ding, zie je dat? Alsmaar komt er geen aanval, komt er niks, komt er niks. Cancellara heeft alles gespaard dat hij heeft en gaat het proberen in de sprint. Nog één ronde, dan weten we het. Het is een lang rondje, hoor. En zelfs nu blijven ze keuren. Ballan, Cancellara, Bonen. Voor de korte tribune. Ik vind het... Wat het ook van afloop is, wat Bonen vandaag heeft laten zien, is toch al behoorlijk goed, hoor. Ballan gaat wel van heel ver. Er zit niks meer achter. Nee. Helemaal niks meer. Iemand met een watje doodgooien, daar komt Bonen. Oh. Cancellara. Ja, nou. Nee. Ja, jongens, wat een overmacht. Yeah. Cancellara is gewoon helemaal stuk gereden. Bonen wint en Bonen is de beste en Bonen heeft zijn gelijk. These cobblestones are the cobblestones in this region we call the pavé bleu, the blue cobblestones, and they are blue and very, very shiny indeed. And that is why that man has gone down in the dry. They are treacherous. Well, no sooner do you enter the California Labra and this happens here. I did say around every corner there is a problem. Hushovd himself really swung wide then and it almost got him down as well.
But that's why this race is officially not over till the man salutes the crowd in Roubaix. It can happen around any corner. Well, I tell you what, I've seen those cobblestones, I've ridden those cobblestones. They are extremely scary. Leif Hostenauer caught out in that accident. It wasn't his fault, it was in fact the man from Spain, Fletcher, who went down first, is trying to ride himself back into the event here. That looks like Pipo Pozzato riding across the gap, but at the front it's now taking up the pressure with Tom Bonin and Tor Hushov. The three men behind are trying to scramble back into Paris-Roubaix. Well, they're on the Carrefour de l'Arbre now, five stars.
Paris-Roubaix. Roger, je blijft monsieur Paris-Roubaix, maar hij komt naast je. Het moet wat zijn om dit allemaal in je op te nemen. En hij heeft er de tijd voor. Nog 500 meter om te genieten. En dat verschil met vroeger is dat hij dat nu ten volle mag doen, dat genieten. Dat hij dat beseft. Nog een halve ronde na een solo van dik 55 kilometer. Groeten al wie jij wil en mag groeten. Ik zou een wheelie doen, Tom. Ja. Een wheelie, waarom niet? Tommeke, dat blijft hier voor het leven. Maar dat Tommeke is nu, na deze vertoning, verdorie een hele grote Tom geworden. Vier keer Paris-Roubaix. Nastupuje Van Mark z prvej pozície, Kančelára za ním, záverečné desiatky metrov, záverečný úsek. Tak toto bude Van Mark alebo Kančelára? Kančelára. Avec Boer. C'est parti. C'est prêt, plan et voilà. Van Mark Bonnen. Et Bonnen revient facilement. Et il en remet une. Et c'est Bonnen qui attaque. Oui, oh, il est à domicile, Bonnen, quand vous entendez. Oh là 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 là. Bonnen, il est contré par Boissonhagen. Attention à Stannard, attention à Stannard. Là, Stannard peut faire mal si Boissonhagen va pas dans sa roue. Aïe. Faut y aller, c'est faut y aller. Il y va. Oh là 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 là, ça c'est dangereux. Parce que là, ça descend hein, maintenant. Oui, mais Boissonhagen le garde en point de mire. Ils se connaissent bien, ils ont été dans la même équipe. Ils se connaissent très bien tous les deux. Et Boissonhagen qui fait l'effort, il est important l'effort de Boissonhagen là. Hein. Oui, il fait signe du bras gauche, il faut passer. Il faut l'aider, ouais. Faut passer. Oh, ils vont être tous. Ils vont arriver dans un état incroyable, lessivé ici. Attention, Boissonhagen. Il y va Bonnen tout seul là. Ouais, c'est Bonnen contre Stannard. Quelle fin de course. Eh oui. Oh là 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 là. Tout le monde qui lâche. Limite rupture, Bonnen est revenu. Heyman est celui qui fait le moins d'efforts depuis 1,5 km. Il a mis son attaque, mais après il a pris les roues, il a pu. Et Bonnen attaque. C'est parti pour Bonnen. 2 km 800 et Van Mark. Ça n'y va pas, c'est Boissonhagen qui va. Van Mark peut pas, Boissonhagen, il peut pas. Et Bonnen qui se retourne, qui a pris 10 mètres. Non, il n'y a pas ça. Heyman n'a pas bougé une seule fois pour l'instant. Regardez, Bonnen, lui, il est à l'abri. Boissonhagen se relève, si Heyman ne passe pas, c'est Heyman qui y va. Et Bonnen couché sur sa machine. Et c'est parti pour et ça. Vous avez raison, Heyman bien. Heyman qui revient, Boissonhagen. Il va contrer Bonnen tout de suite. Parce qu'il ne peut pas arriver au sprint, et oui. Et Heyman qui attaque en puissance, et Bonnen ne va pas pouvoir y aller. Si, il va y arriver. Allez. Mais c'est hallucinant comme course. À la résistance, Bonnen, il va y aller. Heyman est bien. Heyman qui est un bon spécialiste aussi du chrono. Et Bonnen, il a compris que c'était là, qu'il fallait y aller. Ah oui, parce que s'il peut revenir sur Heyman, il peut la gagner, sa cinquième. Quelle course incroyable. Regardez, en puissance, et regardez. En puissance. Qu'est-ce qu'il fait, Bonnen? Qu'est-ce qu'il fait? Phénoménal. Et maintenant, il faut y aller, il faut s'entendre à deux. C'est la chance de Tom Bonnen. C'est la chance de Tom Bonnen à deux. Il n'y a plus Boissonhagen, il n'y a plus Stannard, il n'y a plus Van Mark. Attention, ça va se revenir de derrière si on se relève de trop. C'est parti. Heyman, Bonnen, Van Mark. Bonnen Mark prend la corde. Attention à Stannard, un sprint en force. Stannard qui remonte sur le côté. Avec Bonnen, ça se croise. Onderweg wist je van niks? Nee, achteraf vallen er wat puzzelstukken in elkaar natuurlijk. Het was heel onderweg wat slechte communicatie in de radio. Niet zoals ik gewoon was van Michiel, maar ik wist natuurlijk niet wat er aan de hand was.
het is gruwelijk, maar we zijn zo bezig met, ja, met de koersen. Dat zelfs al zou er iets in het oortje worden gezegd, dat kun je toch niet vatten op die moment. Toen ik aankwam was mijn eerste reactie ook een beetje, ik was eigenlijk wel kwaad omdat ze mij direct van de piste wouden halen, zodat ik, ik niet in het persgevoel kwam. Nu ben ik wel blij dat ze dat gedaan hebben, maar zo had ik natuurlijk mijn eerste Roubaix niet voorgesteld. En, daar blijf ik wel het raarste gevoel aan overhouden dat ik nog een paar uur heb gekoestvriet, wat totaal niet belangrijk is. En, terwijl Michael al voor zijn leven aan het vechten was. Ja. Ik ben gewoon te geloven dat het lot heeft beslist dat het zo moest zijn. En het is onbegrijpelijk, want Michael was een fantastische kerel, altijd optimistisch, goed gezind. Dat was er voor iedereen, er stond altijd de ploeg bij. En dat valt niet te begrijpen dat net zo iemand dat moet overkomen. Ik weet wat, jij gaat ooit winnen ter ere van Michael. Dat ga ik zeker proberen, ja. En, ik probeer me dan op te trekken dat ook dat Michael ook zijn droomkoers was om Roubaix. En heeft zijn droom dan ook kunnen waarmaken mee om die koers te kunnen rijden. En ik zal zeker terugkomen om de bloemen voor hem te pakken. Ik vroeg je vooraf of je leven zou veranderen. Nou, Paris-Roubaix, dat is op een verkeerde manier zo gebeurd. Ja. Ja, ik denk... Paris-Roubaix zal nooit... Het zal nooit hetzelfde meer zijn. Het heeft zeker mijn leven veranderd, maar het is denk ik nog veel erger voor mensen die, familie en vrienden, die nog veel korter bij Michael staan. Voor hen is dat een drama, maar ik heb het er ook verschrikkelijk moeilijk mee. Ja. Het is echt oneerlijk. Inside Gaon and up at the top, Bauer starts to go, but it's the blue colours from behind. Van Hooydonk is beginning to release an enormous fast sprint. He's gone for the long one. He swept past them. Bauer can't hold his wheel. Can Bauer close up on him as Van Hooydonk heads down toward the finishing straight? And look at Plankard go over the top. He's gone straight to the top of the bank and zooming down, but Bauer's in the lead. Bauer's going for it. Pushing those pedals, and he's rushing for the line. He throws his bike at it. Oh, I don't know whether Bauer or Plankard got that one. It was so, so close. We shall have to have a photo finish for that one. Komt niet op gang met die grote bestelling en toch is sterk. Jos in de Vlaming zit in een ideale positie. In een ideale positie rijdt de Vlaming. En die merkt met de grote bestelling van de Meijer en de Vlaming op één lijn. De Vlaming wint voor Merck. Thank you.
Et toujours Van Looy. Toujours Van Looy pour animer le groupe de tête. Nous ne voudrions pas dire par là qu'il est le seul, mais sur ces pavés où Van Looy va peut-être tenter de se détacher, lui qui a déjà remporté Paris-Roubaix au sprint et détaché, Van Looy profite là de la dernière portion pavée. Grande victoire dans tous les sens du terme. Victoire athlétique, victoire sur tous ceux qui ne croyaient plus en lui, pour ne pas en dire plus. Victoire en tout cas sur la majorité des grands champions des courses classiques. Et Van Looy termine en roue libre maintenant. Certes, il doit être très fatigué, il n'est pas épuisé. Mais il vient de couvrir 10 km seul. Et pour lui, qui est un routier sprinter. Kelly kan nog achterop kijken en bij de armen in de hoogte gooien. Hij wint met 10 meter voorsprong op de schitterende tweede Rudy Rogiers.